Oké, hey Ben. Dit is een demootje van Onshape. Ik wil even laten zien wat ik hier in elkaar geflanst heb. Dit is de camera unit. We gaan even terug naar de parts. En hier hebben we er eentje. Dat is de sketch, dat is het dekseltje. En dan hebben we hier de bodemplaat. Deze komt rechtstreeks uit de DXF van Theo. Oh. Even kijken, klik. Zoom. Kunnen we die... maar anders zien. Even kijken. Dan zien we de dikte niet. Goeie vraag. Ik heb een Raspberry Pi model geïmporteerd. En nog een hoop DXF. En die kunnen we dan gebruiken. Maar we hebben geen preview van de DXF. De zijpanelen hebben we nog niet. Ik moet hier naar de Part Studio. Nee, wacht even. Oh ja. Parts. Hop, dat is mijn part. Melk acryl. Kan ik hier instellen. Materiaal. Acryl. En de kleur. Ik heb een beetje grijs genomen met transparant. En als we nou willen, kunnen we hier natuurlijk ook een tekening van maken. Dus even mijn webcam aan de kant zetten. Hallo. Zo komt hij. Hier, even wijzen naar het scherm. Hier. Daar. Dus camera gat. Ik bedoel, dit is het lampengat. Lampengat, Eindhoven. Kunnen we hier een tekening van maken? Ja, dat is zeker. Een standaard ANSI tekening met 4 views. Hartstikke idee. Alles in de cloud. Dit is ook een test van open source. Hoe heet het? Focoscreen beta. Dit laat screen capturing en webcamming toe. Even kijken, hier hebben we wat. Properties. Laten we dit eens in schaal 1 op 2 doen. En hier zitten de gaten bijvoorbeeld. Ook heel mooi. Willen we hier maten bij? Dat kan. Stel ik wil deze diameter erbij. Hopsakee. Dan moet ik hier. Jo. Moet ik hem wel even op zijn plek zetten. Oh, dat zijn de letters. Die ik druk, die komen ook in beeld. Even kijken. Dan doe ik dat ook alweer. Al lang niet gedaan. Poh, geen idee. Moet ik toch een keer induiken weer.
Ah ja. Hop. Oké. Dit was de demo. Ik upload hem zo naar YouTube en dan ben ik benieuwd wat je ervan vindt. Klik, klik.